Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag de... Dit is de tweede vakantievlog. En ik ben dus bij het hotel, wat ik gisteren niet heb kunnen filmen. Omdat het heel laat was. En hier is mijn broertje. Hi. Ja, abonneer gelijk even Bas en Gaming. Maar ik ga nu even laten zien waar ik heb geslapen. We gaan zo meteen ontbijten. Dan laat ik jullie dat ook even zien. Maar dit is dus de deur. Fucking mooi. Raam. En dan doe je hem open. Ja, het is een rotzooi. Hier sliep mijn broertje, daar mijn vader. En ik sliep hierboven. Ja, lacht chill. Ik heb net mijn vlog van gisteren geëdit. Die komt vandaag online. Maar deze vlog komt morgen als het goed is. Als het lukt. Hier is een tv. Stoel, broodje, alles. Hier zijn ook gewoon ja, nachtkastjes. Licht. Airco. Dat was wel chill met slapen. Hier staat wat, niet roken of zo. Hier is de douche en zo. Nou, hier is dus een spiegel. Hallo. Wc. Ja, we hebben gedoucht. Douche. Die douche ziet er wel chill uit. Maar ik ga dus zo meteen ochtend eten. Ja. Ik ga dat voor jullie wel filmen. Gelijk zien wat ik ga eten. En zie ik jullie daar. Doeg! Oh ja, nog even. Ik moet nog rond de... tussen de 4 en 6 uur moet ik nog rijden naar Spanje. En dan zijn we op de camping en zo. Kan ik zwemmen en dat soort dingen. Maar dan zie ik jullie zo meteen beneden. Doeg! Ja, ik wil jullie nog wat laten zien. Dit uitzicht is echt fucking mooi. Hier zijn allemaal huizen en zo. En daarachter zijn bergen. Ik weet niet of je het kunt kijken. Daar zijn allemaal huisjes en zo. Ja, heel mooi. Tot zo. Hoi allemaal, ik heb net gegeten. Ik ben al even vergeten te filmen, want het is kleintje druk. En we rijden nu naar Spanje toe. Dat is ongeveer hoe lang? 5-6 uur. En kijk, dit is onze privébestuurder, mijn vader. Ja. En ja, dan gaan we rijden. En ik film onderweg wel stukjes weg en zo. En dan zie ik jullie als we een tussenstop hebben. Doeg! Stop. Ik weet niet of je hem goed kunt horen, want het is langs de snelweg. Kijk. Daar. Auto. En ik sta nu midden op een heuvel ding-achtig iets. En tegenover mij zit een heel mooi uitzicht. Lijken het dekens of wol. Kijk. Daar boven de bergen zitten wolken. Dat lijkt het een deken. Dat is echt cool. Als jij daar naar beneden kwam, ben je bij de auto. En ja, ik ben er naar de wc geweest. Je hebt in Frankrijk en Spanje ook van die gaten in de grond waar je moet plassen dan. En dat is een kleintje raar. Dus ik ging naar het invalide toilet en daar hebben ze dan een wc zonder wc-bril. Dus dan leg ik altijd wc-papier op en dan ga ik zitten. Ja, heel logisch. Maar ik ga zitten bij de auto. We moeten ongeveer nog 306 kilometer. Dus ongeveer 2, 3, 4 uur ongeveer, denk ik. En dan zie ik jullie bij de volgende stop. En ja... Doeg! Hoi, ik ben nog steeds bij dezelfde plaats waar we zijn gestopt. En mijn vader vertelde net dat we over een hele grote brug gaan. Dat is deze brug, de Milauwbrug of zo. Hier gaan we dan overheen rijden, zo ja, zo hoog.
En ik heb hoogtevrees, dus ja, ik weet niet. Maar ik ga het wel voor jullie filmen. We zijn er ongeveer over... Ik weet niet. Het moet daar ergens zijn. Ik kan wel laten zien. Daar. Ergens. Ik weet het niet. Maar ik zie jullie dan als ik op de brug ben. Dus ciao. Zwemmen, alleen dat ga ik niet filmen, want ja, ik ben moe en het is heel druk. Ik ga morgen de thuisje laten zien en zo en ga ik ook het allemaal laten zien. Dus ik sluit hierbij de vlog af en dan zie ik jullie morgen. Doeg!